StopMotion. Open de app StopMotion en start een nieuw project via de plusknop. Bovenin het scherm vind je een preview van het beeld met een aantal instellingen voor de camera. Zorg dat de tablet op een statief staat en het licht goed op het onderwerp is gericht. Houd een wit vel papier voor de lens en zet de automatische witbalans op slot. Tik op het onderwerp in de preview en stel de belichting vast via Auto Exposure. Zet de scherpstelling op slot via autofocus. Als je gebruik maakt van een groene achtergrond, zet je hier de optie Greenscreen aan. Onder de instellingen voor het greenscreen kies je een nieuwe achtergrond en stel je de gevoeligheid van de Chroma Key in. Maak een foto met de rode opnameknop. De foto verschijnt onderin de tijdlijn. Met de schuifbalk links kun je de laatste foto door de camera heen zien. Verplaats en fotografeer het onderwerp in kleine stappen, zodat een serie op volgende beelden ontstaat. Stel via het tandwiel een afspeelsnelheid in die een vloeiende beweging oplevert. Ga uit van ongeveer 10 tot 15 foto's per seconde. Tik op de afspeelknop om het resultaat tussendoor te bekijken. Je kunt een opname verwijderen door op de foto in de tijdlijn te tikken en te kiezen voor de prullenbak. Via pauze staat de foto even stil tijdens het afspelen. Je kunt meerdere foto's tegelijk bewerken met de optie Selecteren. Geselecteerde foto's kun je kopiëren en plakken of in een tegengestelde volgorde in de tijdlijn plaatsen. Als je klaar bent met de animatie, tik je op de pijl naar links. Je kunt de video vervolgens bewaren en delen via Dropbox of YouTube.